Ophof op Vanenburg. Moordenaar. Die 2 met Vanenburg. Hansen geeft de eerste hoekschop aan Ajax. Vanenburg op Cruijff. Vanenburg opnieuw. Hier is Marijnis kwijt. Redding op terrein op de inzet van Cruijff, van Leo Elen. Het spel gaat door. Roger Raven, 6e minuut. In de verre doortocht. Schrijvers. Het loopt af met een hoekschop. Beste kans van de wedstrijd tot nu toe voor Rode JC. Het is Van Geel die van ver kan doorgaan. Schrijvers redt een oude nood ten koste van een corner. Hulby, 17e minuut. Lerby. Olsen start op tijd. De paas van Lerby komt ook op tijd. Kieft en Van Basten zijn voor het doel. Smits heeft het goed gezien. Lerby. Vanenburg. Speelt één man uit, dat is Eriksen. Olsen. In Morreboeven. Nolby, de paas. Olsen. Olsen, Smits ernaast, kans van Basten. En het ruimen van Elen. Die voorzet van de linkerkant brengt Smits voor het eerst in verwarring. Van Basten is er dichtbij, maar Roda kan toch uitverdedigen. Uiteindelijk via Leo Elen. Vrije trap, Søren Lerby. Marijnissen kan dit doen zonder dat er enig verder gevaar uit voortvloeit. Tenminste, dat kan nu veranderen. Cruijff. Kieft, Smits. Vanenburg. Cruijff bemoeit zich ermee. En dat sorteert onmiddellijk effect, omdat dan iedereen opeens op scherp staat. Van Basten is niet op tijd tegen Smits. Van Basten. In samenwerking met Jesper Olsen. Olsen zal het zelf doen. Smits is er. Boeven. Lerby. Daar moet dan de voorzet van aankomen. Het gaat ineens. Olsen. En Roda komt goed weg. Het schot werd van de lijn gehaald door Leo Elen, die goed stond opgesteld. En Roda breekt uit. Hens van Mulby op de paas richting Hofman. Op Hof. En Ajax neemt risico zo. Raven is het die het duel wint. Eriksen die door kan. En Marijnissen heeft de ruimte. Dus ja, Marijnissen. Schrijvers doet het voor een corner. Lerby. Probeert over afstand Kieft, maar geen paas bij Ajax komt meer aan. Roda ruikt dat er kansen zijn. Het is opnieuw geen buitenspel voor Hofman. Terecht bleef de vlag omlaag. René Hofman, hij heeft het op zijn schoen om de stand op 1-0 te brengen. Derde keer dat Ajax geluk heeft. En dan de wissel. John van Schip in plaats van Marco van Basten. Van het Schip heeft nummer 16. Hoekschop.
derde van Ajax naar rust. Het is Schrijvers die Ajax van achteruit de weg moet wijzen. De blessure van Hansen is inmiddels geklaard. Olsen neemt de hoekschop. En Van Geel kan simpel bij de eerste paal wegboksen. Ophof. Van Schip. Molenaar. En weer een corner. Schot van Vanenburg. Derby. Vanenburg. Van Schip. Olsen. Met Elen. Olsen. Werby. Jesper Olsen. Kenje Molenaar heeft dan de kans. En dat is 1-0. Het komt er dan toch van. Eigenlijk niet eens volgens de verhouding. Maar of het logisch is, scoort Ajax. En zoals vaak deze competitie is het op een belangrijk moment Kenje Molenaar die zich op de juiste plaats meldt. En in dit geval Smits kansloos laat. Het is 1-0, 17e minuut na rust. Na het doelpunt van Molenaar heeft Ajax de Roda toch niet de duimschroeven nog kunnen aanzetten. Misschien nu het doorkopballetje van Kieft. De kans voor Gerald Vanenburg. En wat zegt de scheidsrechter? Een strafschop. Kijkt u nog eens naar het moment. Het lijkt zwaar gestraft. Een indirecte vrije trap wegens obstructie lag ook zeer wel binnen de mogelijkheden. Manuel besluit anders. Edo Ophof is inmiddels bekend als een specialist van 11 meter. Dat doet hij zo. Deze keer doet hij het dus niet recht door het midden. Maar niettemin even hard en even efficiënt. Het is 2-0. En nu lijkt de wedstrijd gespeeld binnen 5 minuten tijd. Opbouw. Vanenburg. Olsen. En Vanenburg. De twee kwikzilvers in één combinatie. Ophof. De inspiratie bij Roda om voorin fanatiek te storen is inmiddels al weggevloeid bij deze stand van 2-0. Daarom kan Ajax het allemaal op het akkertje doen en wachten op het moment om te demareren. Van het Schip, Kieft. En de redding niet met de hand op de inzet van het Schip. Roda dan. Het is geen buitenspel. Kondervoet komt er niet aan. Schrijvers. Molenaar. Van Schip. Doelschop. Boeven. Werby. Het hoeft van Ajax niet zo nodig meer bij deze stand. De nadelen van het systeem dat in de KNVB-beker is ingevoerd. Een doelpunt is alleen maar wat waard als het beslist over overwinning, gelijkspel of nederlaag. Bij 2-0 gebeurt dat niet zo makkelijk meer. Lerby. Boeven. Smits.